Tounkara komt uit een familie van griots, een muzikantenkaste in West-Afrika die al eeuwenlang de cultuur van het Mandinka-rijk levend houdt. Muziek en geschiedenis wordt van vader op zoon overgedragen en een aantal instrumenten speelt daarbij een hoofdrol. De luit bijvoorbeeld, de goni genoemd, de 21-snarige harp die kora heet en een soort xylofoon die balafoon genoemd wordt. Djelimady Tounkara groeide op in het stadje Kita, het centrum van de Malinese Mandinka-muziek. En als kind speelde hij verschillende instrumenten, maar toen hij naar de hoofdstad Bamako verhuisde, ging hij ook nog gitaar spelen. Eigenlijk had hij kleermaker moeten worden, maar het is anders gelopen. Hoewel hij ook altijd het traditionele repertoire is blijven spelen, wordt hij vooral gewaardeerd om de manier waarop hij de tradities omsmeedde tot een modern geluid. In de jaren 70 was hij het die de succesvolle band Super Rail Band, de Bamako, aan een meer dansbaar, poppy geluid hielp. In samenwerking natuurlijk met de sterzangers van de band, eerst Salif Keita en later Mori Kante. Djelimady is een virtuoos gitarist met een sprankelend geluid die veel heeft betekend voor de ontwikkeling van de gitaar in de Malinese muziek. Hij is zelfs wel eens een van de drie beste gitaristen ter wereld genoemd. Ik noem je even de bezetting. De zangers zijn Samba Sissoko, Muntanga Diabate en Mariam Badou Tounkara. Op gitaar horen we Samba Diabate, percussie Bamba Dembele, basgitaar Sekou Kante en natuurlijk de leider van de band Djelimady Tounkara op gitaar. Thank you. Sumago di bi tamayo
Kangana tolonge
Merci. Thank you. Merci.